Hey, eerst je schoenen uit. Ja, het zijn de gewoontes hier. Altijd wat in het Japan. Je gewoon een beetje aanpassen. Ja, en buigen, en dit, en al die en je schoenen uit, ja, als je ergens naar binnen gaat. Ja. Is die van fatsoen? Ja, ik waarschuw je wel, hoor, als mijn schoenen uitgaan. Oh jee. Ja. Gaan we echt op z'n Hollands over zweetvoeten beginnen? Nou, ik weet niet of het Hollands is, maar ik geloof wel dat ik ze heb, ja. En niet zo'n klein beetje ook. Dus er is straks een paar hier van die Japanners die wegzeilen. Oh, hou op. Ja. Zet het op. Dan weet je in ieder geval waar het van komt. Het is wel lekker die thee, maar ik mis wel wat, hoor. Hoe zou je mis wat? Nou, lekker biscuitje. Hier. Lekker. Lekker Hollands biscuitje. Bij de thee. Tom, dat kom je met een biscuitje. Holland is oké. Hier. Lekker biscuitje. Een biscuitje. Ja. Een biscuitje bij de thee. Heerlijk. Ik ben nog anderhalf uur bezig geweest om de situatie daar weer een beetje te kalmeren. Want die mensen waren gekwetst tot in het diepst van hun ziel. Dus daarom wilden ze geen biscuitje meer dan. Nee, natuurlijk niet, man. Midden in een theeceremonie. Met een rolkoek. Ja, met een rolkoek. Ja, dan moet je eens even goed luisteren. Ik ben 13 weken van huis. Wat heeft dat er mee te maken? En dan begin ik Hollandse dingetjes te missen. Oh, en ook biscuitjes, ja. Nou, jij zal toch ook wel dingen van Nederland missen, of nee, nee. Nou, ik zeg, ja, af en toe is er een lekkere bui regen op. Oh, ja, dat dan noem je net iets ongelukkigs als een regenbui. Iets ongelukkigs? Ja, iets ongelukkigs. Vind ik prettig van Nederland dat het er wel eens regent. Wat ik mis? Vind ik prettig. Een lekkere Hollandse bak koffie. Dat mis ik toevallig. Een Hollandse bak, ja. Wat, waarom een Hollandse bak? Er is geen land ter wereld waar ze zulke lekkere koffie zetten als in Nederland. Dat weet jij, en dat weet ik, en dat weten wij allemaal. Dat is nou zo typisch Nederlands, nou, typisch om te Nederland. Denken dat er in Nederland goede koffie wordt gezet. Nou, dat is een misverstand. Nee. Het is slootwater. Ja. Slootwater. Ja. Holland koffieland, jongen. Nee, Holland waterland, en dat geldt voornamelijk voor de koffie. Henk? Henk? Hallo? Hey. Het is 3:15. Ik kan niet slapen. Ik doe geen oog dicht. Hij kan niet slapen. Nee, ik doe geen oog dicht. Wat is er nou weer? Ik heb heimwee. Oh, ik heb verschrikkelijke heimwee, ja. Ik hoor alleen maar... Heimwee naar Holland. Nederlandse geluiden. Van die Hollandse geluiden, die malen me door mijn kop. Wat voor geluiden? Ja, maar stemmen. Mooie gladiolen! Gladiolen! Mooie gladiolen! Dat hoor ik de hele tijd. Ja. Jongens, wie maakt me los? Wie maakt me los? Nee. Ja. Nee. Ik hoor allemaal studio sport ook. Heb je schaapjes geteld? Nee, ik doe echt geen oog dicht. Ik heb een slaapgebrek nodig van hier tot Tokio. We zijn in Tokio. Ja. Dus je kan niet zeggen van hier tot Tokio. Want als je dat zegt, dan heb je dus geen slaapgebrek. Dat heb ik wel. Nee, dat kan niet. Ik heb een ontzettende slaapgebrek. We zijn hier in Tokio, dus als jij zegt van hier tot Tokio, dan klopt het niet. Oh. Dus dat betekent dat je geen slaapgebrek hebt. Dus dan is er niks aan de hand. Dus van hier tot... Moet daar weer over nagen. Dan gaat het weer malen. Dan doe ik weer geen oog dicht. Ja, want van hier tot Tokio is fout. Nee, het is niet goed. Wel rusten. Dus je moet iets anders verzinnen. Ja. Oké?